Als mijn grote baas echt zijn zakken gaat vullen en wij aan de kant worden geschoven voor het winst van het bedrijf, want ze gaan het bedrijf dadelijk gewoon opsplitsen en verkopen. En onze voorwaarden worden gewoon naar beneden gehaald. Dus straks hebben we de grote kans dat we bij een nieuwe baas gewoon ontslagen worden en tegen lagere voorwaarden weer aangenomen worden. Ze gaan het momenteel in het bedrijfsleven, want werknemers zijn eigenlijk niks meer in dit land. Het raakt het jawel, ja, echt weer. Het is, je wordt er net echt blij van. Je hebt al die verwachtingen met dat we hebben, dat is de krap heen aanskrouwen. Bij de meeste mensen wel, overal wel. Iedereen die zegt die zou dat we hebben, dat is een best bedroeg. Als ze nou werkelijk deze CAO eisen jaren, wat dat we hebben wel, dan zijn ze er een hele grote mensje van dat we net van dat we hebben stocht. Dit is nog net echt een staking, want je doet het in vrije tijd. Je hadden we volle verroer dan of net? Ja, soms moet je wel, hè. Dus als het nodig is, dan is het nodig. Ja, en zie je hem straks ook staken, ben je hem daar bereid aan? Als ik dat zo bij de werknemers hier hoor, wel. Dus dan komt het wel goed.